En dan mag je komen zitten op een manier die jij prettig vindt. En sluit je ogen. Richt je aandacht op je lichaam. En als je merkt dat er lichaamsdelen gespannen zijn, bijvoorbeeld je kaak, spieren of je buik, probeer die dan bewust te ontspannen. Misschien kan je er naartoe ademen of de spieren eerst eventjes bewust aanspannen en dan weer bewust ontspannen. En richt dan je aandacht op je adem. Je kunt misschien voelen hoe bij de inademing de lucht via je neus naar binnen stroomt. Dat je buik en borst iets ruimer worden. En dat bij de uitademing de buik en borst terugzakken. En wat ontspannen waarbij de lucht uit je longen weer via je neus naar buiten gaat. En stel je dan voor dat een stralend donkerrood licht dat zich diep onder jou in de aarde bevindt. En zie hoe dit donkerrode licht als een kolom opstijgt uit de aarde. En zachtjes op je stuitje onderaan je wervelkolom schijnt. En visualiseer dat in de aarde vlak onder jou dit rode licht zich opsplitst en dat een deel hiervan om jou heen een soort kom vormt. Deze kom voelt alsof hij jou aan alle kanten ondersteunt en beschermt. Een kom van rood licht. Die jou helemaal beschermt, als een kokon om je heen vormt. En stel je dan voor dat het andere deel van het licht vanuit je stuitje opstijgt in je lichaam, door het midden van je romp, via je buik, je hals, je kruin, en zo nieuw leven inblaast en energie geeft. En zie dan het totale beeld. En houd dat vast. Een rood licht stijgt op uit de aarde. En een deel daarvan stijgt op naar je stuitje. Waar je wortelchakra zit. En gaat van daaraf naar boven. Door het midden van je lichaam naar je kruin. En het andere deel van het rode licht vormt een beschermende cocon om je lichaam heen. In deze cocon voel je je veilig, geborgen, beschermd en gedragen. En herhaal dan zachtjes in jezelf de volgende affirmaties. Ik ben veilig. Ik word gesteund. Ik word bekrachtigd. Ik ben geaard. Ik ben veerkrachtig. Ik hou van mijn lichaam. En bekrachtig dan nog een keer het volledige beeld waarin je wortelchakra geactiveerd wordt door het rode licht dat via je stuitje naar binnen stroomt.
en zo een krachtige, stimulerende levenskracht door je lichaam verspreidt. En zie dan de veilige cocon voor je die dit rode licht vormt om je lichaam heen. En dan mag je dit beeld weer loslaten en je aandacht weer brengen naar je ademhaling. Laat je aandacht rusten op waar je het ademen het beste voelt. Voor de meeste mensen is dat het bewegen van de buik. Het kan helpen om je handen op je buik te leggen en zo je ademhaling te volgen. En telkens als je afdwaalt, keer je weer terug met je aandacht naar je adem. En zeg als het helpt bij iedere inademing in en bij de uitademing uit. Dus in, uit, in, uit. Je hoeft de ademhaling niet te sturen. Je hoeft het alleen waar te nemen en telkens naar je ademhaling terug te keren als je afdwaalt. Meer hoef je niet te doen. En dan mag je langzaam weer bewust worden van de omgeving. En misschien beginnen met wat kleine bewegingen te maken. Je lekker uit te rekken. En zo weer terugkomen in het moment. En dan na de volgende ademhaling mag je je open ogen weer open doen. En dan is de meditatie afgelopen.